Ja, Steven, een wedstrijd waarbij iedereen vrolijk was die op de tribune zat, omdat het zo'n leuke, frivole partij was. En waarbij jij extra voldaan moet zijn, omdat er 2-0 op het scorebord staat en twee keer de naam Steven Bergwijn achter het doelpunt te maken. Ja, natuurlijk. Het is altijd lekker om te scoren. 2 keer. En ja, nog mooier dat we winnen. Ook verdiend. Ja, adel verplicht ook wel een beetje, hè? Want het was zeg maar een versterkt jong PSV met spelers die ook vaak bij het eerste team zitten. Nou, daar ben jij er één van. Dus ja, we mochten ook wel wat verwachten. Ja, maar ja, we zijn PSV, dus ik denk dat we altijd wel wat mogen verwachten. En vandaag deden we het extra goed. Ja, vooral druk zetten. Ik denk dat dat het belangrijkste was, dat het goed voor elkaar was. En ze hebben eigenlijk geen kans gehad. Nee, het was een lekker frivol jong PSV. Allemaal jonge jongens, allemaal gretige jongens. En allemaal jongens die lekker wilden voetballen. Ja, zeker. Was lekker. Ja, alles stond gewoon goed. Achterin kwam er niks door. En ja, op het middenveld heb je dan die creatievelingen die wel de bal durven spelen. En ja, dan kunnen wij voorin ons ding doen. Ja. Hoe lekker is het voor jou scoren bij jong PSV, terwijl je natuurlijk ook een vaste man bent bij het eerste team, maar dan voornamelijk met af en toe een invalbeurt en regelmatig op de bank? Ja, sowieso is het altijd lekker om te scoren. En ja, als je aan de andere kant niet speelt, ben ik blij om hier te spelen. En ja, blij dat ik 2 goals maak. Ja, het is wel eens goed om weer eens lekker 90 minuten te spelen ook. Nou, bijna 90 minuten, want je werd er uitgehaald. Maar dat was niet omdat ze ontevreden over je waren, geloof ik. Nee, ja, ik weet niet. Ik was wel moe, moet ik eerlijk toegeven. Ik zat er wel doorheen, maar ja, maakt niet uit. Ja, en dan morgen weer naar de overkant. Ja, morgen naar de overkant.